Bergkamp. Dit is een prachtig doelpunt. Na een wonderschone combinatie tussen Pettersson. Ik sliep met hem op de kamer altijd. Met uitwedstrijden en Europese wedstrijden thuis. En het was gewoon heel plezierig, heel vriendelijk, heel veel lol met elkaar. Als speler was het natuurlijk echt iemand die er ook veranderde was. Hè. Als mens, maar ook als speler. Hij gunde je heel veel. En hij werkte voor het team, waardoor ik toch veel vrijheid kreeg en veel goals kon scoren. In jouw geval wordt vaak gesproken van de band Jonk-Bergkamp, maar was er ook een band Pettersson-Bergkamp? Ja, zeer zeker. Want hij trok eigenlijk een heleboel gaten voor mij, hè, als schaduwspits. Daar kon ik dan induiken en dan kreeg ik de bal van Wim. En daar werd dan over gepraat, combinatie Wim en mezelf. Maar het begon allemaal natuurlijk met Stefan, met de actie daarvoor eigenlijk. Lijkt hij eigenlijk qua persoon misschien wel een beetje op jou? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we allebei vrij bescheiden, rustig waren. Heel geconcentreerd en serieus met ons voetbal bezig waren. Maar dat er ook veel humor bij kwam kijken. En ja, wat ik zeg, het was een ideale spits voor het Ajax.